als van wimperextensions, wenkbrauwen en haarstyling en alles erop en eraan. Maar je ziet inderdaad dat her en der gewoon wel al wat haartjes zijn uitgevallen. Waardoor je nu ziet dat het gewoon een hele mooie volle set is. Azijn, dat sluit gewoon heel snel het haar. If you put it inside, you'll see how everything is gonna come down. Dit is echt amazing. Het is zo zacht. Vlechtje gemaakt, getoupeerd eronder, daar vastgezet. Met liefde voor jou, schat. Loop je op je bobby. Hi guys, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een speciale video voor jullie. Ik heb de afgelopen tijd veel vragen gekregen om een video te maken over mijn werk. Mijn werk in de Amazing Beauty Boudoir in Amsterdam. Dat heb ik gedaan. Ik heb dus over de afgelopen maanden heb ik verschillende shots steeds genomen. Wanneer ik wenkbrauwen aan het doen was, wimper extensions of haarstyling. En die dingen heb ik voor jullie gefilmd. Nou heb ik het niet elke keer geopend en weer opnieuw gesloten, maar wel zoveel mogelijk voor en naast gefilmd. Mocht je vragen hebben, contact willen opnemen of gelijk een afspraak boeken, kun je naar alfredohernando.nl en dan wijs ik daar de weg via het contactformulier. Alvast veel kijkplezier en vergeet je ondertussen alvast niet te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel, duimpjes omhoog. Het is nu vrijdagmorgen en ik heb echt eigenlijk een hele leuke drukke dag voor de boeg. Dus ik denk ik neem jullie gewoon mee. Ik loop nu in een van de hele mooie straatjes aan het begin van Amsterdam. Centraal Station is daar ergens. Ik heb net een wortelshake gehad. Vind ik niet heel lekker, maar is af en toe gewoon goed voor je. En ik ben al bijna op mijn werk. En ik heb eigenlijk de hele dag door verschillende klantjes. Dus ik ga even kijken of zij het goed vinden of ik een voor en een na steeds van ze mag maken. Dan hebben jullie een beetje een idee wat ik kan en wat ik doe. Zo, ik heb inmiddels weer een volgend klantje in de stoel liggen. Zij is de vorige keer bij mij geweest, eigenlijk met de vraag om een zo subtiel mogelijke set aan te brengen. Dus dat heb ik bijna gedaan. Het is inmiddels alweer een paar weken terug. Dus ik ben het nou aan het opvullen voor haar. Dus ik ga jullie weer even een voor laten zien en dan een after. Okay, this is before. As you can see, quite natural. Maar je ziet inderdaad dat her en der gewoon wel al wat haartjes zijn uitgevallen. Maar zoals je kan zien blijven het gewoon haartjes. En is het niet afgebroken. Wat ik vooral heel erg belangrijk vind. Dus ik ga het nu weer opvullen op de haartjes die leeg zijn. En dan krijg je dus zometeen weer een after. Zo, deze zit er ook op. Zij heeft het geluk dat ze van zichzelf gewoon heel veel wimpers heeft. Waardoor je nu ziet dat het gewoon een hele mooie volle set is. Zou je je ogen eens kunnen openen? Yes. Oké. Nou, het is vandaag weer een dag op mijn werk. En ik heb op dit moment niet zo heel erg veel klantjes. Maar wat ik wel even ga doen, Laura die heeft dus nieuwe banen gekregen. Die festivalbanen van Funda. Ze zijn heel mooi, ze zijn prachtig. Maar zelf wel als je heel dik en veel haar hebt. En elke keer als we het toch inklikken, merken we dat het eigenlijk een beetje te stug is. Dus we gaan het eventjes sluiten om te kijken of we daar wat meer smoothness in kunnen krijgen. Want het is gewoon een beetje te stug. Het is gewoon te mooi en te dik. Dus we gaan het even wat zachter maken. Maar eerst gaan we het wassen. We're taking care of the pets. De cavia's verzorgen. Dit zijn shampoos zonder sulfaat, zonder chloride, zonder paraben. Dus die zijn gewoon verzorgender voor het haar. Alvorens we het in de vinegar droppen. Dus, Alfredo. Men neemt azijn. Omdat het haar zeg maar heel erg bewerkt is, staat het gewoon heel erg open. En azijn, dat sluit gewoon heel snel het haar. En je verdunt het dus gewoon met een klein beetje water. Ja, dan gaat het veel meer glanzen. Lekker. Oké, en daar gaat het. But if you put it inside, you'll see how everything is gonna come down. Zo. En nu laten we het lekker inweken voor ongeveer een half uurtje. Yes. En dan gaan we zometeen verder met de behandeling. Oké, en daar gaat de cavia. Goed, we hebben er nu echt een hele goede conditioner met verschillende ingrediënten in gedaan. Dan hebben we hem dus in de warmtekap afgelegd en dan laten we het hier even voor at least een kwartier in. En dan zet het haar zich maar open en dan kan het masker veel beter opnemen in het haar. Zo, let's unwrap this little cute dog. How are you doing, little creature? Lekker warm.
Oh wow, lekker hot. Okay. Spul erin en blow dry. She loves her color. What? Feel. Wow. Yeah. Huh? Yeah. Hey, wow. Here you can see how working everything in this hair, the treatment. So Shireen gives the idea. Hello, she's Shireen, special hairdresser here at Amazing Beauty Boudoir. Great treatment. And now you see how he blow dry the hair. Beautiful. It's really amazing, wow. Beautiful. In the Amazing Beauty Boudoir. In the Amazing Beauty Boudoir, guys. Guys, here we are. And this is the end result. En het is zo zacht en zo glad. Je zou het eigenlijk even moeten voelen. Hoe voelt het? Het is echt amazing. Het is zo zacht. Gek, hè? Zo mega zacht, maar die puntjes zo. Zij heeft prachtige wenkbrauwen van nature. Heel mooi vol, heel mooi dik. Maar er wordt altijd aan de onderkant te veel weggehaald hier. Dus wat heb ik gedaan? Gewoon alleen gekleend. Aan de voorzijde. Oh mijn kind, wat heb je mooi. Jezus. En dan heb ik nog niks getekend, niks gehighlight. Dus ik ga zo meteen alleen een klein beetje hierbij tekenen. Nou, dan heb zij echt prachtige wenkbrauwen. En dit is het resultaat. Heel lichtjes bijgetekend. Maar echt heel lichtjes, want ze heeft eigenlijk niks nodig. Ze tekent ook eigenlijk van zichzelf niet echt. Dus het is gewoon prachtig, omdat ze gigantisch goed in gevulde wenkbrauw van zichzelf heeft. Ben je blij mee? Heel blij, dankjewel. Een hele goede morgen. Ik ben weer in de Amazing Beauty Boudoir, zoals jullie zien. En wat nou zo gaaf is, is dat ik heb vandaag heb ik een klantje. Zij is ook een geadopteerde Colombiaanse trouwens. En het leuke is, zij heeft, nou ja, het is eigenlijk helemaal niet leuk, maar zij heeft best wel last van geïrriteerde ogen. Dus last van hooikoorts, last van snel geïrriteerde ogen of een allergische reactie op iets. Maar ze wilde toch wimpers proberen. Dus wat hebben we afgesproken? Ze is bij mij langsgekomen. Ik plaats aan beide kantjes, plaats ik even 10 wimpertjes erin. Ik zal je dat zo meteen even laten zien. En dan laten we dat even zitten. Daar gaat ze dan een dag mee rondlopen. We hebben vanmorgen gelijk weer een afspraak gemaakt. Merkt zij niks, gaan we morgen gewoon de volledige set zetten. En mocht ze toch een klein beetje irritatie hebben, dan gaan we het gewoon morgen gelijk verwijderen. En dan is het helaas niks voor haar. Maar ook dus voor de mensen die wel lichtelijk geïrriteerde ogen hebben of last hebben van hooikoorts. We kunnen het gewoon proberen. Je hoeft niet gelijk een hele set te doen. Maar dan gaan we gewoon eerst even kijken of je er überhaupt tegen kan. Kijk, zoals je ziet heb ik dus heel weinig wimpertjes. Echt 10 aan die kant en 10 aan deze kant gezet. Om gewoon even te kijken of zij dit niet vervelend vindt of, hier, of haar ogen hier tegen kunnen. Zo ja, dan lig je hier morgen weer en dan krijg je de volledige set. Okay, hi guys, het is een nieuwe dag. Ik ben op dit moment in mijn salon en ik werd net gebeld door 2 dames. Eigenlijk zou ik al naar huis gaan, maar die komen nog even langs, want ze wilden van hun stijle haar even wat krullen erin doen. Dus ik heb hier bos 1, hoe heet je? Sophie. En hier bos 2, hoe heet je? Floor. En Floor en Sophie hebben allebei, moet je kijken, niet normaal mooi haar. Jezus hè, prachtig. Maar goed, dus daar gaan we eens even een hele lichte krul in zetten. Ik neem aan dat jullie niet een hele bos krullen willen, maar gewoon even aan de onderkant die slag erin. Ja. Ja, toch? Ja. Dit was de voor, zometeen hè? Okay, nou ik denk ongeveer 160 keer de krultangen in een soort van krul gedraaid te hebben, is dit het resultaat. Dit is dame 1. Mooi hè, zo trouwens. Ja. Echt prachtig. En dit is nummer 2. Zijn jullie blij mee? Ja, heel blij. Ja? Ja. Nou, dan moeten jullie maken dat je wegkomt, anders is zometeen jullie feestje klaar. Ja. Ja. Alsjeblieft. Dank je wel. Doei doei. Goed, vandaag is het vrijdag. Vrijdagavond alweer. Begin van de avond. We zijn 6:00 en we hebben inmiddels onze laatste klantjes. Jullie zijn vriendinnen, toch? Zusjes. Oh, jullie zijn gewoon zusjes. Helemaal tof. En hoe zijn ze hier terechtgekomen? Laura. Via Laura. Echt te gek. Dus José is haar even prachtig aan het maken. En jij zit inmiddels in de verf. Yes. Maar ik denk dat we het eigenlijk zo gaan houden. Ja, zo mooi zo. Ja, hè? Toch? Het staat je beeldig. Dus nee, leuk. De verven die zit erin. Om de wenkbrauw toch iets meer diepte te geven. En gaan we ze meteen even waxen. Maar het zit eigenlijk nog super goed. Dus te gek. Het is helemaal mooi. Echt hè? Het is bijna weekend. Heerlijk. Ga je nog wat doen? Nee, ik denk lekker gewoon chill weekend. Ja? Gewoon mee genieten van het weer hopelijk. Ja, want even serieus, zonnetje schijnt.
Whoop, 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 whoop. And the final result. Staat je mooi hoor. Ben je blij mee? Ja, heel blij. Zo. Zo, het is inmiddels vrijdag. Ik heb hier twee hele lieve meiden uit Noord-Holland. En wat gaan jullie vandaag doen? Beyoncé! Naar Beyoncé! Dus die kwamen bij ons langs en die vroegen of wij het haar even wilden naar doen. Ik heb haar haar dus helemaal gekruld. Alleen, zoals je ziet, heeft zij van nature gewoon stijl haar. Dus ik heb het helemaal vast gezet voor haar. Dus als ze daar is, clip eruit, speltjes eruit en dan heeft ze gewoon mooi lokken. En bij jou heb ik het helemaal vast gezet. Laat eens even zien. Awesome! Vlechtje gemaakt, getoupeerd eronder, daar vastgezet. En dan vind ik het zelf altijd leuker om dan gewoon die staart los te houden. Om, ja, anders krijg je echt zo'n dun vlechtje, terwijl dat gewoon echt zo'n volume heeft. Ja. Zijn jullie blij mee? Zeker. Ja? Bedankt. Nou, bedankt en heel veel plezier. Dankjewel. Dit is mijn volgende klantje. Jullie hebben haar ogen waarschijnlijk gezien op Instagram. Wil je ogen eens dicht doen? Dan zie je inderdaad dat her en der mist er zeker wat uit. En er zijn een paar zoals deze. Kun je zien dat het echt... die moeten er eerst even afgehaald worden. Voordat de volgende gezet kunnen worden. Dus voor. En dit is een na. Alles weer opgevuld. Die kant. Doe maar even open. Yes. Er wordt gezongen, want eindelijk is de jarige in de zaak. Finally he arrived. En je krijgt een taart met vier kaarsjes. Zij wil graag haar wenkbrauw laten verven en epileren waxen. Dus dit is de before en zometeen de after. En ik heb er nog even een klein beetje verf op gedaan om de wenkbrauwen nog iets meer definitie te geven, iets meer kracht. En de final result. En bij haar heb ik de wimpers weer opgevuld voor kerst. En kijk die prachtige wenkbrauwen trouwens. Kun je ogen eens open doen? Ja. Yeah. Yes. Nou, echt een hele zware dag. Werken, niet zwaar, maar heel lang. Ben ik eigenlijk klaar nu? Maar komt er toch nog iets bij? En dat is dat ik eigenlijk morgen de hele dag ga shooten. Dus wat mag ik doen? Ik ga weer de koffer pakken. En het is nu 8 uur geweest en ik ben back off. Dus ik ga even snel inpakken en dan check ik jullie later. Ik wil jullie even vertellen hoe geweldig deze chick in mijn leven is. Weet je namelijk waarom? Hier is dus mijn werk. En ik heb dus morgen, wat ik verteld heb, die shoot. En Laura die belt mij gewoon met het idee, weet je wat jongens, ik haal jou wel op, ik ben toch nog in de stad. Dus Laura Pontecorvo, kon ze me ophalen? Hoe geweldig is dat? Voor mijn deur, op de stoep. Dus ik ga haar even laten zien hoe geweldig ze is. Schat, jij bent? Met liefde voor jou, schat. Loop je op je bobby. Oh, maar ik ben echt te moe om te lopen, dus dit komt mij echt heel goed uit. Oké, we gaan snel naar huis. En serieus? Niemand zo blij als je thuis komt als deze grote lobbes. Hé hey vriendje. Nou, lekker geïnteresseerd weer. Lekkere kus. Krijg ik zoveel liefde van jou. Oh, zoveel liefde. Jij knappert. Oh, mooi boy. Mooi boy. Mooi boy. Kijk nou jongens. This is our housekeeper. Onze oude grote reus. Hé, hey, knappert. Lekker. Ik ben weer thuis. Mooi dat haar. You think? Beeldig zo. Mooi hè? Ja, love it. Thank you babe. Nou, we zijn thuis. Maar we gaan nog niet sleepen. Nee, we gaan nog lang niet sleepen. We gaan nog even borrelen. Ja. Because it's Friday night babe.
Oh ja, het is wel inderdaad Friday night. Maar goed, we hebben morgen genoeg te doen. Dus ik hou hem denk ik voor vandaag voor gezien. Vond je het leuk? Vond je het leerzaam? Vond je het enerverend? Ik denk dat het daar een beetje neus. En ik zie jullie de volgende keer in mijn volgende video. Vergeet niet te abonneren. Doei!